Zo op het oog lijkt er niets aan de hand. Maar meneer Van Gils houdt de gemoederen op de afdeling behoorlijk bezig. Hij gooit mijn spullen. Doet je werk. Stopt. Klein. Stopt. Grommig gehouden. Ja. 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 Die ijzeren poot, hij duikt hem zo weg. Ja. Over het waar ze in een stoel zitten, nou leuningen afbreken. Hij krijgt alles van me. Steeds minder teamleden durven hem nog te verzorgen. En dat maakt de druk alleen maar groter. Maar wat het ook zwaar maakt, het is vrij onverwachts. Hij kan heel vriendelijk lachen. Mm-hmm. En dan kom je dichterbij met hem en dan denk je, kan hij heel erg boos worden. En dat vinden ze, maar dat is ook gewoon heel erg moeilijk. Uiteindelijk schakelt de psycholoog de hulp in van VIO. VIO staat voor Video Interventie in de Ouderenzorg. Het is een beproefde en erkende methode om grip te krijgen op complex gedrag bij ouderen. VIO helpt verzorgenden om beter zicht te krijgen op wat zij goed doen in de communicatie. Vaak zijn ze zich daar zelf nog niet van bewust. Ze deed eigenlijk maar één ding. Je deed iets niet meer. Ze raakt er niet meer aan. Oh ja, dat is toch. Waarom kan dat belangrijk zijn? Dat is te veel, denk ik. Dat kan te veel zijn, hè? En hier heel duidelijk. Ja. Wim? En verder stap. Stap voor stap ontdekken de teamleden wat goed werkt in het contact en groeit hun zelfvertrouwen. Kijk hoe hij reageert. Ja. Daarin meegaan. Ja. En dan hoor ik jou ook zeggen, eigenlijk iedereen van, met zorg, maar ook met eten. Mm. Als het even niet lukt, dan laten we het even zo. Ja. En dan gaan we op een later moment proberen het gewoon opnieuw. Ja. Ik vind het heel nuttig. Ik heb mijn post. Ja, ik ben zo bang. Ja, dat wist ik niet. Heb je meer zelfvertrouwen gekregen? Ja.